Dit is het laatste model. Dat ga ik nu weer aanpassen, want er moet toch nog iets meer actie in komen. De actie is er in het water. Het staartje gaat op en neer. Het is een soort, ja, een beetje op die manier. Kan beter. We zullen eens kijken wat we eraan kunnen veranderen om het beter te maken. Ik zal jullie ook even laten zien hoe zoiets wordt gemaakt, hoe je een malletje maakt. Deze kan ik al vrij makkelijk terugduwen in de mal zelf. Je ziet het. Kun je zo het malletje wippen. Hoe zo'n mal wordt gemaakt krijgen jullie straks nog te zien. Eerst ga ik even laten zien hoe een nieuwe creatie wordt gemaakt. Hoe je je eigen softbait weer kan maken. Dat doen we allemaal met behulp van wat klei. En ik zal jullie nu laten zien hoe dat gaat. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe. Zoals jullie kunnen zien, krijgt de klei al een beetje zijn vorm. Van een visje. En in dit geval wordt het een grondel. Om te bepalen waar de rugvinnetjes komen, moet je even een beetje kijken met het loodkopje waar je haak precies uitkomt. Je kneedt kleine vinnetjes voor, rugvinnen. En leg ze er gewoon even op. Het is klei, dus dat blijft zitten. Om te bepalen waar ze komen, zodat straks niet je haak door je vinnetje heen gaat, wat bij het vorige versie het geval was, waardoor de rugvin kapot getrokken wordt. Nou, dit zal ongeveer de afstand zijn voor de vinnetjes bij deze. Met behulp van bijvoorbeeld een klein prikkertje of een klein stokje kan je de vinnetjes er rustig in duwen. Als straks het hele zaakje gebakken wordt, dan zit dat vast. En voor een mal maken is het geen probleem. Het zal niet zomaar afbreken. En dit volstaat al om het vinnetje rustig vast te drukken. Hou wel in de gaten dat je daar door het drukken niet de vorm verbuigt van het visje wat je al hebt gemaakt. Bekijk dus altijd goed vanaf bovenaf of die nog zijn gelijke vorm heeft. I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. Leave my door open just to
turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Bezig. Op eigen weide. Wat voor muts heb je op, Robert? Mijn troetelbeer. Ja, eigenlijk ben jij mijn troetelbeer, Johan. Ja, ik zie niks. Ga even draaien tegen de zon in. Hier is die. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Komt maar. Komt die dan, hè? Nee, kom goed. Ja, ik zie hem goed. Oh, mooi visje. Ja. Oh, een snoekje. Snoek. Op je. Op de versie 4. Even zoomen. Versie 4 van het mormeltje. Ja, nog volle bakken testfase. Hey, yo. Hey, Robert. Kijk eens wat er aan houdt. Ja, dikke baas, jongen. Waar heb je hem op gevangen? Ah, hij heeft net de naam Dino gekregen. Op de Dino. Op de Dino. Vette vis, man. Cause I save the view and I keep them in a jar.